Beste jongens en meiden van de RSG, 8 tot 14 maart zijn er scholierenverkiezingen hier. Dan kun jij stemmen op een van de partijen zoals hier ook bij de poster staan, waaronder op Nieuwe Wegen van Jacques Monash. Ja. Kun je heel kort toelichten waar jouw partij voor staat? Ja. Mijn partij staat voor een paar dingen. Eén, het moet socialer in Nederland, socialere economie, menselijke maat. Dus het moet allemaal niet zo grootschalig, maar juist dicht bij mensen. Ook dat verplegers, onderwijzers weer meer vrijheid krijgen om hun eigen baan te vullen. Ja. We zijn ook wel streng, grenzen aan immigratie en integratie. We vinden dat er te veel mensen binnenkomen die ook heel slecht begeleid worden. Dus dat moet echt anders. Oké, nou dat is dus heel kort. En waarom is het belangrijk dat scholieren ook gaan stemmen? Kijk, dat vergeten mensen wel eens, maar heel veel politici, maar heel veel mensen, ook kranten, media, tv, die kijken naar die uitslag van die scholierenverkiezingen. Want het is toch een beetje van, wat stemt de toekomst? Wat gaan jullie stemmen? En ze denken ook al, vaak kun je er al wat aan afleiden van hoe er straks de uitslag gaat worden als iedereen gaat stemmen. Ja, want er zijn over 4 jaar weer verkiezingen en de meeste van jullie bereiken dan ongeveer de leeftijd dat je mag gaan stemmen. Dus verdiep je er vast in. Dat kan op een stemwijzer, dat kan gewoon door Google te gebruiken en door bijvoorbeeld op YouTube te zoeken naar politici, want die vertellen heel veel wat ze nou belangrijk vinden. Dus, ga stemmen! Absoluut. Zeker, dankjewel.